Hoeveel debatten zijn er nog nodig? Hoeveel onderzoeken moeten er nog volgen? Hoeveel leed moet nog zichtbaar worden gemaakt? Hoeveel bewijzen zijn er nog nodig voordat deze staatssecretaris overgaat tot het opruimen van de puinhoop? Want de puinhoop, dat is het. Wat heeft dit kabinet, de staatssecretaris, nog nodig om eindelijk eerlijk en rechtvaardig te gaan handelen ten aanzien van de duizenden gedupeerde ouders en hun kinderen? Maar voorzitter, als er één ding blijkt, dan is dat die ouders en gedupeerden, die zijn gewoon moe. Die zijn klaar. Die zijn kapot. In deze toeslagen misdaadzaak zijn mensen geruïneerd. Zijn huwelijken kapot gegaan. Mensen zijn financieel naar de rand van de afgrond gesleurd. Ik sprak een ouder die zei, ik heb een enkeltje naar de hel gekregen van de Belastingdienst en ik wil daar zo graag weg. Tot aan 2017 had toeslagen in zaken de KAF vrijspel. De betrokken ambtenaren overtraden zeker 3 wetten en ze speelden het spel gemeen en meedogenloos. Stopzetten van toeslagen terwijl dat niet toegestaan was. De burgers onduidelijk, onjuist en niet tijdig informeren. Over bezwaarschriften die normaal gesproken in 6 weken afgehandeld moeten worden, deden ze 1,5 jaar. En in de tussentijd mochten de burgers het opsoppen. En voorzitter, na veel klachten kwam ombudsman Reinier van Zutphen in een vernietigend rapport in 2017 over de KAF Elkzaak naar klachten onder andere van advocaat Eva González Pérez. Hij deed in het Engels, maar ik vertaal het gewoon, het was geen eerlijk spel, maar machtsspel. En hij zei, de Belastingdienst heeft de ouders door deze ongenuanceerde aanpak in een onmogelijke positie gebracht. Grote financiële problemen en langdurig onzekerheid gebracht en de wet overtreden. De Raad van State oordeelde later in ongeveer dezelfde bewoordingen. De stopzetting was onjuist. Beslissingen niet gemotiveerd. De Belastingdienst handelde in strijd met de wet en het zorgvuldigheidsbeginsel was geschonden. Burgers waren niet in de gelegenheid om het goede te doen, omdat ze niet wisten wat ze fout deden. En voorzitter, nu denk je, als je dat allemaal hoort, pak een beetje 3 jaar geleden, als ouder denk je dan, hè, het gaat goed komen. Maar niets is minder waar. De Belastingdienst gaat gewoon verder vanaf die periode procederen. Er komen hele magere excuses en de staatssecretaris geeft niet thuis. De toenmalige politieke leiding keek ernaar en gedoogde het. En het misdadig handelen werd verdoezeld door een gebrek aan daadkracht, lef en inlevingsvermogen. Of zoals staatssecretaris Snell het zei, ik zat in de tunnel van het eigen gelijk. De staatssecretaris voerde op 11 juni 2019 een gesprek met de gedupeerde ouders. En ik dacht toen, het kwartje gaat vallen. En hij zei, de menselijke maat is uit het oog verloren. Een welwillende blik heeft ontbroken. Er was sprake van onbehoorlijk bestuur en in de toekomst wil ik dat voorkomen. En hij lanceerde een aantal onderzoeken. De commissie Donner deed onderzoek naar de werkwijze van toeslagen en moest ook een compensatieregeling voorstellen. De ADR kreeg de opdracht om 149 zaken te onderzoeken, zo'n 9000 gedupeerde ouders. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek naar misbruik van tweede nationaliteit. En uiteindelijk komt Donner, en ik heb dat rapport, dat hebben we natuurlijk eerder gesproken met elkaar, komt met 2 opmerkelijke woorden. Institutionele vooringenomenheid. En voorzitter, dat klinkt deftig, het zal bestuurlijk allemaal verantwoord zijn. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? En volgens mij betekent dat niks anders dan het oordeel al klaar hebben voordat je de feiten kent. Ik heb het gewoon opgezocht. Voorzitter, als je de rauwe werkelijkheid van het beroepsmatig discrimineren, het afpakken van geld niet aankunt, dan kom je met woorden die het draaglijk maken. En waarom, vraag ik aan de staatssecretaris, heeft de commissie Donner geen onderzoek gedaan naar die zwarte lijst? De staatssecretaris, mevrouw Van Huffelen, heeft vorige week dinsdag aangifte gedaan tegen de eigen Belastingdienst. Het betrof het vermoeden van beroepsdiscriminatie en knevelarij. En voorzitter, ik realiseer me dat dat voor de organisatie, voor de Belastingdienst, pijnlijk is en tot grote onrust leidt. Want ook daar zitten duizenden mensen die elke dag het goede doen. Maar helaas is het noodzakelijk. Maar ik stel wel de vraag hoe het toch kan dat al die interne en externe onderzoeken eerder niet hebben opgeleverd wat een advocatenkantoor concludeert en eigenlijk met een heel beperkt dossier. Hoe kan dat toch? En wat gaat de staatssecretaris doen om het OM te helpen bij het onderzoek naar de feiten? Wanneer
kan een besluit van het OM verwacht worden om wel of niet te vervolgen? En kan de staatssecretaris aangeven of er ook aangifte, of er aan de hand van de gedane aangifte ook personen vervolgd gaan worden? En gaat het dan alleen om de betrokken ambtenaren of gaat het ook om Wiebes en Asscher, die destijds de hoogste politieke verantwoordelijkheid droegen? Voorzitter, hoe moet het nu verder? De Denkfractie vraagt het volgende van de staatssecretaris. Ruim die puinhoop op en maak een einde aan het beroepsmatig discrimineren en geld afpakken door ambtenaren. Maak ook een einde aan die doolhof van procedures. Voorzitter, het belangrijkste, ga over tot de uitvoering van een rechtvaardige compensatieregeling die ruimer is dan Donner voorstelt. Het is echt te mager. Er vallen te veel mensen buiten de boot. Er zijn alweer 40 bezwaarschriften ingediend omdat gedupeerde ouders nu al geen vertrouwen hebben. Geef alle gedupeerde ouders hun dossier terug. En tot slot, voorzitter, doe gedegen en eerlijk onderzoek naar de vermoedens van misbruik en overtredingen van wetten en handel ernaar. Artikel 1 van de grondwet stelt dat iedereen in gelijke situaties gelijk behandeld moet worden. Er is geen andere handhaver van de grondwet dan de Tweede Kamer zelf. Daarom wil ik de staatssecretaris nogmaals tot slot vragen. Neem afstand van racisme en discriminatie en spreek u uit voor gelijkheid en gelijkwaardigheid. Wat kan de staatssecretaris doen om deze centrale uitgangspunten tussen alle oren binnen de Belastingdienst te krijgen? Dank u wel.